De heer Wilders namens de PVV. Dank u wel, voorzitter. Nederlanders zijn straal voor de gek gehouden, bedrogen. In achterkamertjes is door de VVD samen met D66 geprobeerd een gekozen volksvertegenwoordiger af te serveren en over die gesprekken is gelogen. En zelfs toen dat vorige week allemaal bewezen werd, durfden de coalitiepartijen mijn motie van wantrouwen tegen premier Rutte niet te steunen. Terwijl iedereen weet dat zijn positie onhoudbaar is, dat hij weg moet. De Kamer nam wel een motie van afkeuring aan die onder meer het niet spreken van de waarheid door de premier afkeurde. En nu zitten we dus in een ongekende politieke chaos. De ChristenUnie heeft inmiddels aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van een volgende kabinet Rutte. Maar ook bij andere partijen zit heel veel wantrouwen en bij de burger nog veel meer. En de vraag is nu hoe we de ontstane padstelling doorbreken. Ik denk niet dat het benoemen van de heer Cenk Willink, oud-assistent van Joop den Uyl, als informateur een teken is van de nieuwe frisse leiderschap dat we nu nodig hebben. De mottenballen vliegen je nog net niet om de oren. De politiek heeft een nieuw mandaat nodig. En dat is keihard nodig om het vertrouwen te herstellen en om uit deze politieke impasse te komen. En ik ben er zelf van overtuigd dat we met nieuwe verkiezingen eerder een nieuw kabinet kunnen krijgen dan na maandenlange onderhandelingen waarvan de kans gewoon ontzettend groot is dat ze zonder resultaat zullen blijven. Kortom, laten we ons de moeite van een langdurige, zinloze informatieronde besparen en snel verkiezingen uitschrijven. Dan kan de burger en niet de achterkamertjes bepalen wat ze vonden wat er de afgelopen tijd is gebeurd en ook hoe we het beste met nieuwe verhoudingen uit deze impasse kunnen komen. Vandaar, voorzitter, de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering de Kamer te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel. In het torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. Wij zijn ambtsgenoten.